Dames en heren, welkom in deze nieuwe video. We zijn aangekomen in Rome en we zijn helaas allebei ziek. We zijn heel erg aan het slotten, heel erg verkouden. Dus ja, het is nu 9 uur 's avonds en we zijn net hartstikke moe. Dus we gaan zo maar even uit eten. Even snel een pasta carbonara eten. En dan daarna lekker naar bed en dan morgen weer een nieuwe frisse dag. Ja, voor nu gaan we even snel eten en dan ga ik slapen als het echt heel moe. Okay, goedemorgen mensen. Sorry voor mijn ochtendhoofd. Maar ik heb ook een zonnebril op, want het is veel te veel. We hebben vannacht echt veel te weinig slaap. Echt misschien net 6 uur. Maar ik dacht, we hebben een mooi balkonnetje. Dus dan haal ik even de bron voor op gaan kijken. En ja, die is best mooi, dus ik ga het even laten. En wel slecht nieuws, want Rob die voelt zich dus... niet beter dan gisteren. Ik wel gelukkig, maar hij niet. Dus dat is alsnog best wel vervelend. Maar ja, hij gaat nog even slapen. En ik ga even kijken wat ik ga doen. Het is beter als ik ook nog even ga slapen. Maar ik heb nu al een beetje veel energie. Omdat ik in een nieuwe stad ben. Niet in een nieuwe stad voor mij. Maar gewoon weer op een nieuwe plek. En ik heb gewoon zin om lekker erop uit te gaan. Nog niet, maar vanmiddag wel. We zijn wakker. Het is nu zo'n 10:30 volgens mij. Rob is helaas zieker geworden. Het goede nieuws, ik ben wel iets beter geworden, dus ik kan nu voor hem gaan zorgen, pas andersom. Ik hoop dat het vandaag zijn eerste dag is en dat hij morgen dan weer zich beter voelt. En voor nu beginnen we de dag even met een lekker theetje op ons mooie balkon. En het is vandaag een helderblauwe lucht, dus het wordt echt een hele mooie dag. En we zijn helemaal aangekleed en klaar om de stad te gaan verkennen, maar wel rustig, gewoon op een rustige manier. En we gaan eerst even ontbijten. Nou, we zijn aan het lopen. Het is echt prachtig weer. En kijk, een beetje ziekjes, maar ja, we gaan nu even een ontbijtplekje zoeken. Jongens, het ontbijtje zit erin en we gaan nu ook naar de Trevifontein. Even daar kijken. Ik ben hier al een keer eerder geweest in Rome, dus ik herken wel een paar punten. Maar dat was 3 jaar geleden, dus het is toch leuk om nog een keer terug te gaan en dan alles weer erg opnieuw te zien. Dus ja, let's go. Ja, het is echt heel druk. Nou, we waren net bij de Trevifontein. Echt heel mooi, wel heel druk. En je hebt heel veel van die verkopers daar. Maar je moet het gewoon lekker negeren en dan laat je gewoon in rust. Maar ja, wel mooi, maar wel heel druk. Ja, oké, we gaan nu naar het Pantheon. En de entree was voor mij volgens mij 2 euro, omdat ik tussen de 18 en 25 jaar ben. En voor Rob was het 5 euro en het was 3 jaar geleden gratis, dus dat is wel veranderd. Nou, je ziet hier dus dat gat en als het regent, dan valt het gewoon naar beneden in het Pantheon. Daar op de vloer. Oké, we zijn weer op pad. We hebben net op de hotelkamer gechilled een paar uurtjes. Rob voelt zich, hoe voel je? Beetje beter. Een beetje beter, maar nog niet super. Dus we gaan nu even lekker de stad in en even een pasta carbonara eten.
Oké, we zitten nu bij Wikilo Mel Corso en we gaan paskamada eten natuurlijk. En het komt waarschijnlijk in een soort van pan, dus dat is wel leuk om te zien en het ziet er echt prachtig uit. Jongens, het is echt heel leuk. Wat wil je ervan? Nee, de bord is op. Ja, ik ben niet zo van de spekjes. Ik laat die meestal staan, maar ik heb het nu aardig goed gedaan. Oké, we lopen nu op Via del Corso. En deze straat is echt heel lang. En heeft zoals je ziet een hele mooie verlichting door de hele straat. En we lopen nu naar, ik weet niet meer hoe het heet, maar het is wel heel mooi. Oké, je hebt het opgezocht. We gaan naar een monument van Victor Emmanuel II. Hey, eerlijk, het is mooi. Wat is het? Ja, het is een soort van constructie ervoor. Zeg maar even de hijskraan wegdenken. Het is jammer van al die bergsmeden, maar ja, ik snap het ook wel weer. Oké, dit is dus een klassiek marmeren tempel ter ere van de eerste koning van Italië en de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Ik voel me net zo'n tourgids. Dan ben ik ook wel een beetje. Ja, we zijn bovenop. Het is een paar traptreetjes lopen, maar het is echt zo ontzettend mooi. Ik dacht toen ik beneden stond van, oh, het is klein, maar nu je boven staat, het is echt veel groter dan ik had gedacht eigenlijk. En de entree is gratis. En ik vind het wel jammer dat ze niet meer dit soort architectuur maken. Ik heb idee dat ze nu alleen maar van die hoge, lange gebouwen maken en niet meer zulke, echt zulke kunst. Er staan een paar van die lampen hier. Zo, nu voel ik me net als die ene meme van de Bird in the Nest. Ja, ik weet niet. Ik zal even een beeld gooien. Ja, je ziet zeg maar uit half als spook. Ja. We gaan naar binnen, denk ik. Nee, dit is een museum. Hou ik niet van museums. En je moet voor betalen. Maar we hebben hier nu even geen behoefte aan, dus we gaan lekker door. Nou, we zijn al langer dan 24 uur in Rome en dit is de eerste keer dat hij het Colosseum ziet in zijn leven. Een taxi een beetje. Ja, een taxi een beetje, maar dit is toch echt een view. Broer? Ja joh. Ga eens even kijken, ja. Het is de eerste keer het Colosseum in zijn leven. Nou, dit is een van de 7 wereldwonderen. Een tweede van. Iemand heeft een hap genomen, zie je dat? Hij is maar voor de helft. Hij is maar voor de helft. Hey, weet je waarom er een hap is in het Colosseum? Nee. Er zijn diverse aardbevingen geweest. En daarom is het zo. De helft is ingetonden. Ja, daarom. Echt? Ja, echt. Ja. En als het goed is kan je hier omhoog. Misschien is dat wel interessant. Waarschijnlijk moet je hiervoor voor betalen. Want alles kost geld hier. Eens even kijken, hè. 17 euro, zie ik dat nou staan? Oh, Panoramic Terrace, Central Museum. Oh, dat is voor alles, denk ik. Oké, we zijn verdwaald. Soort van. We hebben gewoon het rondje genomen en dan komen we uit. Ook weer aan de binnenkant. Maar geen idee hoe we hier weer uitkomen. Misschien gewoon weer de bordspoor of moeten we helemaal teruglopen. Oh, hier exit. Ja, hier staat exit. We zijn weer buiten. Zie je, we zijn gewoon in plaats van dat we buiten om zijn gegaan, zijn we gewoon via binnen naar beneden gelopen. Wel een mooie route om een keer te doen. Kijk, en dat is Forum Romana. Oh, hondje gaat los. Oké, de avondwandeling gaat door. We gaan zo nog even naar het Colosseum en dan ergens een ijsje halen en dan lekker terug naar het hotel. En dan even kijken wat we morgen gaan doen. En hoe fit jij bent om morgen überhaupt iets te doen. We gaan het zien. We gaan het zien, dus ja. De eerste wereldwonder. We hebben even een ijsje gehaald. Limoen. Oeh! Zuur, hè? Maar niet mijn ding. Nee, ik vind het mondje lekker. Niet zo lekker. Ik heb zelf cherry en cream en Nutella. En wat is je andere bolletje? Aardbei. Ja. Maar op zich wel lekker. Goedemorgen zonder zorgen. Vandaag is weer een nieuwe dag.
Ik voel me op zich wel prima. Alleen nog een beetje verkouden, maar verder wel goed. Hoe voel jij je? Kan ermee door. Kan ermee door. Dus we gaan kijken wat we vandaag gaan doen. En zullen we eerst even ontbijten. Outfit of today. Het was best wel veel, het was ook wel duur. Ik vond het niet super lekker. Volgende keer hou ik gewoon lekker ergens een croissantje om af te halen, dat is veel goedkoper. Maar goed, het was wel leuk om weer even gedaan te hebben. En we zijn vandaag 3 jaar samen, dus we dachten we gaan het gewoon even goed vieren. Maar ja, niet nog een keer, maar het was wel prima voor nu. Ik zit wel vol in ieder geval. Met een koptelefoon en dan ga je dus eerst zien hoe het vroeger was en dan hoe het nu is. En het is best wel gaaf gedaan en wel interessant, dus dit is zeker een aanrader. Wat is het toch een mooi weertje, jongens. De zon begint los te komen, zoals je ziet. Hier is het helemaal blauw. Ja, hier zie je het al beter. Nou, we zijn nu op Piazza Navona en het is een heel mooi pleintje met een fontein. En het is een soort van kerstmarkt idee met allemaal kraampjes. Maar niet echt een kerstmarkt zoals in Duitsland. Net gingen we kijken voor een ander plekje. Het was zo'n man en die duwde echt bijna zijn visitekaartje in de hand. Dus toen zeiden we echt zo van, no thank you. Wat zei je daarna al? Oh my god, of zo zei hij? Ik weet niet, maar hij was een beetje opdringend. Hij had een beetje opdringend omleefd en zijn we lekker doorgelopen. En nu zitten we gewoon bij een ander zaakje en het is echt heel mooi hier, de marcheringen. Dus laten we hopen dat de carbonara ook goed is. Het ziet er weer heerlijk uit. Ja. Oké, we lopen nu op de Spaanse trappen. En het is dus verboden om hier op te zitten. En je hebt ook die mensen die gele lijstjes en die sturen je dan weg als je gaat zitten.
hadden even een leuke rooftop uitgekozen. Maar ik had niet gekeken naar de prijzen. En we komen binnen in de lobby, echt zo'n heel luxe 5-ster hotel is het ook. En we slaan hier het boekje open. En ik schrik toch even, moet je even zien. €22 voor een cocktail. Niet normaal. En dan voor een mocktail. Ook €20. Echt bizar. Het is echt super duur, maar wel heel mooi uitzicht en wel heel luxe. Maar wel echt heel duur. Dus ik ben voor een lemon soda gaan en Rob is voor een wijntje gegaan. Dit is, kijk hoor, mijn duurste lemon soda ooit. Ik krijg gewoon in een flesje en dit is €7. Niet normaal, dit is niet normaal. Maar we hebben wel allemaal lekkere dingetjes gekregen. Mag ook wel over die prijs, hallo. Olijven en zo. Wauw. Geniet maar van, jongen. Nou, ja. Oké, we zijn nu onderweg naar een zaakje in de wijk Trastevere, als ik het goed uitspreek. En misschien gaan we geen carbonara nemen dit keer, weten we niet, dus we moeten er even kijken. We lopen nu een soort van donker steegje, een soort van. Dus ja, we gaan eerst even eten zo. Bij restaurant Nanarella. Zoiets. Nanarella. En we waren eerst bij een ander restaurant, maar daar moesten we wachten. 10 minuten ongeveer, dat we wilden gaan door naar de volgende. Dus nu zitten we hier. Dus ik ben benieuwd. We nemen dit keer 1 carbonara en van het focaccia brood, want ik ben hier. Buonasera. Buonasera. Dus ja. Rob bestelt een water. Hij heeft een hele kan. Het eten is echt super snel. En we hebben van dat lekkere focaccia brood. Nou, het was lekker. We zitten wel echt allebei randvol. Maar ik neem een prijs op van brood. En we hadden inderdaad 1 potje genomen. En het was meer dan genoeg. En het was €12. Dus we hebben echt waar geld. Want het is echt. Ja, dat kan dus helemaal leeg. Maar het is echt heel veel. En het was wel. Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe dag. Rob voelt zich vandaag gelukkig beter, dus we gaan vandaag leuke dingetjes doen. We gaan zo naar het Colosseum. We gaan naar binnen even kijken. En dan daarna gaan we naar de... hoe heet het nou? Bonita. Nee, dat was in Florence. Villa Borghese. En dan gaan we kijken of we een bootje kunnen huren en daar even kunnen genieten van de natuur. Dus ja, weer een nieuwe dag. De zon schijnt, mooie blauwe lucht, dus ik heb er heel veel zin in. Colosseum. Ik was hier al een keer eerder geweest, maar het blijft gewoon zo indrukwekkend mooi dat ik nog een keer wilde kijken. De tickets waren volgens mij voor mij maar €4 en boven de 25 jaar was het €18, dus dat is wel een groot verschil. Maar dit is dus inclusief tickets voor het Forum Romanum en nog iets met kwijt, maar ja. Hier beneden rondlopen, maar dat is een soort van guided tour, dus dan moet je ook van tevoren boeken. Dan ga je met een gids ga je, door de gangen. Je kan dus ook tickets kopen voor de arena, voor dat stukje, en dan kan je hem dus nog wat dichterbij zien, de arena zelf. En hier beneden waren dus allemaal gangen en hier waren dus ook heel veel liften en valluiken. En dan konden ze dus volgens mij de leeuw en andere dieren konden ze via beneden dus naar boven brengen, om zo te gaan vechten. Thank you.
We hebben net wat gegeten in een restaurantje. En Rob had voor het eerst een bolognese op. En die smaakte heel goed, zei hij. En ik had gewoon natuurlijk een carbonara. En dat was hier ook 12 euro. Het is wel een leuk zaakje. Het is aan de straat richting het Colosseum. En we gaan zo naar Villa Borghese. En dan gaan we kijken of we een boot kunnen huren en daarvoor kunnen varen. Het is een soort van parkje eigenlijk. Oké, we lopen nu richting Villa Borghese. Maar ik ben echt helemaal uitgeput. Het is niet stijl, maar je moet wel echt een heuvel op om daar te komen. En ik ben gewoon helemaal buiten adem. Oké, maar daar Hierna kunnen we. Joe. Ik weet niet hoe het moet, trouwens. Nou, gewoon bewegen. Allebei tegelijk moet je doen. Hè? Dus naar voor. Naar voor en allebei. Maar zo moet je. Allebei tegelijk. 1, 2. Allebei tegelijk. Dus omhoog en dan weer in het water. Ja. Maar ga ik nu niet. Ik ga nu verkeerd om. Nee hoor. Ik ga nu verkeerd om, hè? Of niet? Nee, je gaat toch dit? Is het goed? We gaan zo. We zijn nu op pleintje en hier heb je echt heel veel oplichters en scammers rondlopen. Dus mocht je ooit een roze handen druk krijgen of iets anders, gewoon doorlopen en niet eens op reageren. 3 jaar geleden had ik ook een roze aangenomen en toen moest je ook betalen. Ze zijn echt heel vervelend, heel opdringerig. Dus doe dat vooral niet. Ja. En wat is het? Orange tiramisu. Sinaasappel. Lekker? Lekker. Ja? Nou, we hebben echt heerlijk gegeten. De orange tiramisu was ook echt super lekker. En ik denk dat hier morgen zelfs terugkomen. Het is echt een superleuk zaakje met gewoon gezellige muziek, leuk personeel en gewoon goed eten. Dat is heel belangrijk. Wat heb jij? Twister Classic en dan Passion Fruit heb jij? Ja. Hier, die Negroni ziet er ook wel leuk uit. Oké, we zijn nu op een rooftop bar in een hotel. Het is echt zo ontzettend luxe hier. Beneden was er allemaal Rolex en hele mooie banken en hele gave lampen. En nu zitten we buiten lekker bij een heater. En de cocktails zijn goedkoper dan de bar waar we gisteren waren. Terwijl dit ziet er wel luxe uit. Komen we in een of andere hotelkamer of zo binnen? In de penthouse.
Bent aan het fietsen met eigen lift. Penthouse op de verdieping wil. Ja. Oh ja, nee. Bruh. Oké, we staan nu in de rij in Vaticaanstad om de basiliek te bezoeken. Dat is gratis om te bezoeken. Je kan binnenin wel tickets kopen voor de dome om die te beklimmen. Dat heb ik een paar jaar geleden wel gedaan, dat was wel echt heel mooi. Maar waarschijnlijk gaan we dat vandaag niet doen. Maar we gaan wel even kijken nemen in de basiliek en die is echt prachtig. Ja, en dan nu een grappig weetje. Wij stonden dus naast de gids en die vertelde ons dat het dus geen schilderij is, maar allemaal kleine mooie mozaïekstukjes. Dus ik dacht, dit is wel leuk om even te delen met jullie. Heel mooi. We hebben niet besloten om naar de dome te beklimmen. Dus ik heb het al een keer gedaan natuurlijk, maar Rob die had geen zin. Dus dan doen we het niet. En nu gaan we even lekker een pastaatje eten en dan straks even naar het Colosseum. En verder weet ik nog niet wat we verder gaan doen. Misschien nog een rooftop barbecue vanavond. We hebben net een pastaatje op en daar was maar 7 euro en dat was echt heel lekker. Het was gewoon de afhaalpasta. Het is niet heel groot, best wel klein, maar het is simpel voor een klein maaltijd. Het is niet een kleine maaltijd, want het is maar heel veel. Maar ja, het is gewoon prima. Nou, we waren net op tijd jongens, want het is nu echt heel druk. Nou, wij slapen dus in Rome in Four River Suites. Best wel een goede locatie. Het zit zeg maar een beetje tussen Vaticaan en Pantheon in. Het Colosseum is wel iets verder weg, maar verder is alles ongeveer 15 tot 20 minuten lopen. En ik dacht, ik ga jullie even een hotel toegeven van hoe dit er weer uitziet. Dus ja, let's go. Hier hebben we de badkamer. Met een regendouche die niet super goed werkt, maar wel gewoon een andere goede douche. Ja, dat is gewoon heel simpel. Ja, nog even genieten van de laatste momentjes.
Ik ga toeteren. Ja, joh. Dames en heren, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en tot de volgende keer. Joejoe! Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ja, hoop dat. Nou, dames en heren, dat was dag nummer 1. Bedankt voor het kijken. Nee, dat ga ik niet zeggen, want we gaan morgen verder. Oké. Okay. Goed verhaal, lekker kort hè. Nou, dames en heren, bedankt voor het kijken. Dit was dag nummer 1. Morgen gaan we verder. Fris en fruitig. Dag nummer 2.